Lukt het jou een beetje om te leren in deze hitte? Eigenlijk niet echt. Het is niet zo warm, denk ik. Lastig om hoofd bij te houden. Het lukt mij op zich best wel goed om te leren. Dat gaat nu wat lastiger. Ik word een beetje suf in het weer en heel veel water drinken, continu naar de wc. Ik woon in een studentenhuis, dus ik slaap echt op de bovenste kamer. Dus het is echt heel erg warm, dus ik hou het daar echt niet vol. Iedereen was plakkerig en lokaal stonk. En ja, dan is het gewoon moeilijk om je hoofd erbij te houden. Ik ben echt gefocust op het halen van mijn tentamens. Omdat we zitten nu natuurlijk in de laatste tentamenweek. Dus dan denk ik, oké, nog heel even volhouden. Echt goed leren en daarna kan ik wel genieten van het weer. De zon komt er net op, dus ik kan eigenlijk helemaal niet leren in mijn kamer. Ik heb toch wel liever zin om iets anders te doen of eigenlijk te luieren. En je hebt ook een dikke trui aan, zie ik. Ja, maar ik kom uit Afrika, dus voor mij is het niet zo heet. Hier in de school ga ik dan leren in de bieb, want daar is wel gewoon airco. Bureau in de schaduw. Mijn haar vast te doen. Doe een beetje rustig aan, eigenlijk. En meestal lukt het wel om het gewoon in de avond te doen, dus wanneer het een beetje afgekoeld is. Je hoeft niet alles zo snel te doen. Ik probeer vooral in de ochtend te leren. Dan blijf je lekker cool.